Een kwartier lang brengt Transveld Radio u samen met Aad van der Zanden de pastorale cursus Hulp voor helpers. Luisteraar, we zijn in de vorige uitzending begonnen met een nieuw thema van de pastorale cursus. En ik kan u zeggen dat het voor mij persoonlijk altijd. Zo'n vreugde is om te mogen spreken over dit thema, namelijk het thema discipelschap. Wat verstaan we onder discipelschap? Je kunt zeggen dat een discipel iemand is die een volgeling is. En u begrijpt dat wij in deze cursus, uitgaande van het woord van God, spreken over discipelen van de Heer Jezus Christus. De Heer heeft Zijn discipelen zelf heel persoonlijk geroepen om Hem te volgen, om achter Hem aan te komen. Toch ben ik zo blij dat ik zoveel mensen in mijn leven heb leren kennen die dat heel duidelijk hebben aangegeven: dat ze een kind van God waren geboren, maar dat ze nu ook zo graag een beslissing zouden willen nemen om heel bewust. Een volgeling van de Heer Jezus te worden. En die vraag is mij vaak gesteld. Maar hoe word ik nu een discipel van de Heer Jezus? We hebben aangegeven in de eerste uitzending daarvan dat er vier stappen zijn tot het discipelschap. En de eerste stap ging over persoonlijke schuldbeleidenis van dingen. Misschien heeft u gedacht, een schuldbeleidenis, Ik ben een kind van God en ik beleid elke dag mijn zonde. En toch denk ik dat het goed is om elkaar daar telkens weer op te wijzen. Want weet u, er zijn zoveel zonden in ons leven waar we ons nauwelijks van bewust zijn. We noemen dat wel eens de zonde van nalatigheid. Dat betekent dat God van ons dingen verwacht die we helemaal niet doen, waar we nauwelijks bij stilstaan. Ik heb u toen die bekende tekst gelezen uit 1 Korinthe 6, waar de apostel Paulus kijkt naar de gelovigen in Korinthe en dat hij ontdekt dat deze mensen, ondanks dat ze christen zijn, gewoon leven... Zoals ze altijd geleefd hebben. In de wandel van hun geestelijke leven was er eigenlijk niks ver veranderd. En Paulus die stelt hun de vraag: weet gij niet, nou kennelijk wisten ze dat niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt? En dat gij niet van uzelf zijt. Nog sterker gezegd, want gij zijt gekocht en betaald. Je bent niet meer van jezelf. God heeft je gekocht en betaald met dat ene doel: om hem met je lichaam te verheerlijken. En dat was de eerste stap. En ik hoop dat u de moed hebt. Om voor het aangezicht van God ook eens biddend u af te vragen: ere God, zijn er misschien dingen in mijn leven. die u van mij verwacht. maar die ik helemaal niet doe, omdat ik het gewoon niet weet. God wil zo graag dat dat heiligingsproces in ons leven gaat doorwerken. Dat we niet alleen maar weten. een kind van God te zijn. Dat we niet alleen maar weten dat we straks in de hemel komen. maar dat ons leven op aarde in de dienst van God heeft gestaan. Nee, de Heere God die vraagt niet aan ons of wij geschikt zijn om een discipel te zijn. Want wie zou de moed hebben om te kunnen zeggen dat hij geschikt is om een volgeling van Jezus te zijn? Maar wat hij wel van ons vraagt, dat is: zijn we beschikbaar? En dat is heel wat anders. Door heel eenvoudig te zeggen: Heer, ik leg mijn leven in uw handen. Ik geef het aan u. En dan gaat God zelf in ons een werk beginnen. En dat werk gaat God zelf in ons voleindigen. Natuurlijk. Moet u daar heel bewust over nadenken. Zo bewust dat de Heer Jezus in dat hele bekende hoofdstuk uit Lucas 14 vanaf vers 25, zo, mag ik het zeggen heel menselijk, zo reëel tot ons komt en zegt: voordat je kiest om mijn discipel te zijn, bereken dan eerst de kosten. Met andere woorden, denk er goed over na, want als je je leven aan mij geeft, dan betekent dat dat ik jouw leven ga gebruiken in mijn dienst. Met andere woorden, dan kan God ons zenden waar Hij ook wil dat we naartoe gaan. Dan bepalen we het niet meer zelf elke dag wat we wel of niet gaan doen. Maar dan beginnen we de dag door onze knieën te buigen en te zeggen, Heere, wat is uw wil dat ik doen zou? Weet u, ik heb zelf dat zo bewust in mijn leven mogen meemaken en dat heeft heel veel strijd gekost toen ik erover na moest denken, toen ik de kosten moest berekenen en zeggen, wil ik dat wel? Wil ik wel dat God mijn leven zo gaat gebruiken dat ik er zelf niets meer over te zeggen heb? En na de strijd mocht ik mijn leven volkomen aan Hem toewijden en zeggen: Heren, ik wil alles geven aan U. En God is het gaan gebruiken in Zijn dienst. Ik heb vaak gezegd, ik voelde me als die jongen, wiens leven niet meer was dan vijf broodjes en twee visjes, een lunchpakketje voor één dag. Maar toen ik het gelegd had in de handen van mijn heren en heiland, toen gebeurde er iets wat ik niet direct had verwacht. Hij begon de broodjes van mijn leven te breken en te breken en te breken. En dat deed pijn, dat kostte moeite. Maar op een dag liet hij ineens aan me zien: Aad. Ik breek jouw leven niet om het te breken. Maar ik breek het om het te vermenigvuldigen. Om met jou en door jouw leven andere mensen te zegenen. En toen kwam ik tot de uitspraak: Wat jammer dat er jaren in mijn leven voorbij zijn gegaan waar ik nog geen discipel was, en dat ik alleen mijn hart, maar niet mijn leven, aan God had gegeven. Daarom, luisteraar, moet u er niet te goedkoop over denken. U bent misschien een kind van God door genade, maar mag ik u uitnodigen om er eens over na te denken, of u ook een discipel wil worden van de Heer Jezus Christus. Op deze tweede stap zal ik zeker in de volgende programma's nog terugkomen. Maar weet u, die derde stap, dat is zo'n belangrijke stap. We noemen dat wij eens de stap van het maken van een nieuwe toewijding. Een nieuwe toewijding aan de Heer Jezus. En weet u, als u een Christen bent, dan zult u het met me eens zijn dat we vaker in ons leven een nieuwe toewijding moeten maken aan de Heer Jezus Christus. Een nieuwe stap. Ik heb wel eens gezegd: ik heb in mijn leven zo vaak dat lied gezongen. Heer, ik geef me aan U volkomen. Ik leg hier alles voor U neer. En dan kwam ik thuis en dan dacht ik. Maar is het nou ook waar? Heb ik me nu volkomen aan hem gegeven? Of zijn er toch nog dingen die ik maar het liefst voor mijzelf hou? Discipleschap is je volkomen geven aan de Heer Jezus. Natuurlijk, luisteraar, weet ik niet hoe ver u bent in uw geestelijke leven. Misschien nog bij de eerste stap. Misschien nog nooit over die tweede stap van het berekenen van de kosten nagedacht. En toch nodig ik u uit om eens na te denken over die derde stap, die nieuwe toewijding. En daarvoor gebruik ik het voorbeeld uit Matthäus, hoofdstuk 16 vanaf vers 13. U kent het misschien wel als u een beetje thuis bent. In de Bijbel. De Heer Jezus komt wandelend met zijn discipelen uit Caesarea Philippi. En dat ligt helemaal in het noorden van Israël. En terwijl hij onderweg is met zijn discipelen, stelt hij hen een eens een vraag. Zomaar aan de kant van de weg. En die vraagt die luid. Wie zeggen de mensen dat de zoon des mensen is? En weet u wat mij dan opvalt? Daar hoeven de discipelen helemaal niet over na te denken. Ze weten precies hoe de mensen over de Heer Jezus denken. En het antwoord hebben ze dan ook onmiddellijk paraat. Ze zeggen, en met name Petrus, hij zegt nou: de een zegt: U bent Johannes de Doper. En de tweede zegt, ik heb gehoord dat ze over u zeggen: U bent Elia. En weer een ander zegt: Nee, ik heb gehoord, ze zeggen over u: U bent Jeremia. En de laatste zegt: Ik hoorde, Hij is vast een van de profeten. Hoort u het? Ze weten precies hoe andere mensen spreken over de Heer Jezus. Waarom zouden de enige gezegd hebben, hij is Johannes de Doper? Nu, Johannes de Doper was immers ook aangekondigd door de profeet Jezaja dat hij komen zou. Johannes de Doper was de wegbereider van de Heer Jezus. En als je niet zo goed luistert, ja, dan, dan hoor je wel de klok luiden, maar je weet niet waar de klepel hangt, want een wegbereider... Is wat anders dan dat de Heere Jezus heeft gezegd. Ik ben niet alleen een wegbereider, ik ben de weg. En toen die woorden werden uitgesproken, ik ben de weg. dachten ze: zie je wel, hij is Johannes de Doper. Hij is degene die voorspeld is. En dat was hij ook. Hij was ook degene die voorspeld was. Maar de Heer Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Anderen zeiden nee, hij is Elia, waarom zouden ze dat gezegd hebben? Nu, Elia was een wondermens. Hij bad dat het zou ophouden met regenen en het hield op. En hij bad na drieënhalf jaar dat het zou gaan regenen en het begon te regenen. Hij bad op de karmel om vuur uit de hemel en het kwam. En toen ze zagen dat Jezus zo wonderen deed. door zieken te genezen, door het brood te vermenigvuldigen. toen zeiden ze: Dat is vast Elia. En weer anderen zeiden: Nee, hij is Jeremia. En zelfs waren er bij die zeiden. Hij is één van de profeten. De volgende uitzending ga ik daar graag nog wat dieper op in.